En ja, voor wie het nog niet weet, ik ben Sjaak Boon. Ik ben vandaag waard van dienst. En mijn grote verantwoordelijkheid is om jullie veilig door deze historische herberg te loodsen. Nou, tot nu toe is dat nog gelukt, zo te zien. Hoogste tijd voor het eerste onderwerp. Ik geef zo de microfoon. Nou, niet deze, maar een andere microfoon. Ik had er altijd graag. Ik hou graag microfoon 1 zelf. Geef ik aan de heer Gerben Zielman. En nou, voor het geval je hem nog niet kent, hij werkt bij, nee, hij is archeologisch projectleider bij het bedrijf Raap. En hij is nauw betrokken bij alle opgravingen op en rond het kerkplein. Die opgravingen naderen hun einde, door tijd de boel wordt er dicht gegooid en dat er gebouwd gaat worden. En Gerben brengt ons op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen. Ik heb iets gehoord over skeletten en zo, maar wat dat betreft had hij niks onder zijn arm net. Dus behalve zijn eigen skelet, vraag ik me af wat hij nog meer heeft meegebracht. Gerben, het woord is aan jou. Oh ja, kijk, want vandaag gaan we een klein beetje blues. Je hebt ook nog de beschikking over een karaf en een glas van water. Goedenavond allemaal. Ja, ik ben net al geïnteresseerd, dus hoef ik niet meer te doen. En normaal zien jullie natuurlijk altijd meteen die gewet hier op Praatje houden, zoals het om archeologie gaat. Maar dit keer mag ik iets vertellen over de archeologische begeleiding die ik aan het doen ben van de Jansweek, die weer boven grond wordt gebracht. Mag ik de volgende dia? In 2007 mocht ik net als heel veel andere Arnhemmers stemmen. Of we nou een korte variant haven willen hebben, een lange of toch een sluis. Maar het is de Jansweek geworden. Ja, de historische week die wordt teruggebracht in de stad. Dat is niet helemaal op de locatie waar die vroeger stroomde. Maar er zijn meerdere locaties geweest waar de week heeft gestroomd. Maar het is in ieder geval een plan wat ook veel enthousiasme van veel Arnhemmers heeft geleid. Ja, deze. Hier zien we een kaart van Jacob van Deventer, maar dan een nagetekende kaart met de normale topografie eronder. Helemaal bovenin heeft van Deventer de fontein getekend, de bron van de Jansbeek, en die stroomt zo door de binnenstad. Zoals u weet, en hier ziet u ook dat de vestingwerken ook nog helemaal intact zijn. Ja, hier heb ik de nieuwe tracé van de beek ingetekend met de gebouwtjes die van Deventer afbeeldt erbij. Dus een archeologie waar we door de binnenstad van Arnhem gaan. We komen de beek tegen, maar ook bebouwing uit de stad en ook historische complexen. De rest van kloosters. Ik zal beter in de microfoon praten, misschien ook van achter. Ja. Dit zijn een aantal van deze complexen die we langs komen. Van deze die beeldt links het zogenaamde Minderbroedersklooster af. Het klooster dat gesticht is in 1489. De grote Eusebiuskerk met daar in het noorden ook een soort gebouwtje. Misschien een kapel of een knekelhuisje. En daarboven de Agnietenklooster. Ja. We staan hier ten noorden van de Eusebiuskerk, ten noorden van de toren. Hier is diverse metselwerk zichtbaar en de foto, de muur rechts op de foto, rechts daarvan hebben we heel veel knekelputten gevonden. Dat zijn herbegraven menselijke resten. En links van deze muur liggen een hele hoop intacte skeletten die we momenteel aan het opgraven zijn. Ja. Dit is even een zoekplaatje. Hier ziet u een aantal individuen boven op elkaar gestapeld.
Ik wil graag even van u weten hoeveel individuen denkt u dat u er ziet? Vijf. Ja, plus een leven met voeten. Wie heeft het een goede antwoord voor mij? Ja, ik kwam zelf op vijf. Mijn collega heeft meegerekend. Maar wie heeft een goede antwoord gegeven? Ze liggen gestapeld in kisten. Nauwelijks nog grond ertussen. Dus het zijn echt graven die op een gegeven moment zijn ingezakt. Het waren vier skeletten. Hier staan we in de hoek van de Boerenstraat en de Nieuwstraat. Hier wordt de beenbak in een bak aangelegd, maar nu was het een open ontgraving waarbij ook elke oranje kaartje is een skelet. En als u aan het vorige kaartje terugdenkt, dan heeft daar het Minderbroedersklooster gestaan. En de muur die u daar ziet is over die skeletten heen gebouwd. Ik vermoed dat het ik heb ooit eerder een reconstructieplaatje gezien van iemand die dat heeft uitgezocht, dat daar een vleeshal is gebouwd op het kerkhof. Een vleeshal. In 1613 is het een soort vleeshal. Een beetje onherbiedige bestemming. Maar dat is het verhaal in ieder geval. Mag ik de volgende? Hier een van de meest intacte van deze graven. Het zit er nog echt heel goed geconserveerd. Je ziet ook dat alles nog in anatomische positie ligt. Het borstbeen is netjes op de wervel gezakt en de ribben zijn ook door de longen naar beneden gezakt. Gerben, wij verbazen ons over dat gave gebit. Ja. Hoe kan dat? Ten eerste omdat het gewoon goed is geconserveerd natuurlijk. Ik vind ook wel eens robottentanden. Maar ja, deze meneer, want we denken dat het een meneer is, die heeft gewoon een goed dieet gehad. Of heeft zijn tanden gepoetst, dat zou kunnen, maar... Hij heeft ook geen burger gehad, dat staat allemaal keurig recht. Hij heeft een heel mooi rijtje tanden, ja. We vermoeden, maar dat weten we nog niet zeker. Dus er wordt nog fysisch antropologisch onderzoek gedaan op de skeletten. Dat dit een van de broeders is die in het klooster heeft gewoond. Zelf ben ik geen botspecialist. Ik denk dat het een man is, maar zelf dat weet ik niet zeker. Het is ook bekend dat de Broerenkerk ook door veel Arnhemmers populair was. Dat ze die daar naar de kerk ging dan naar de grote of de Eusebiuskerk. Hoe oud is die? Deze is de 15e eeuw. 15e of 16e eeuw. Dus tussen 1488 en de Reformatie. Want toen namen de reformeerden weer bezit van de kerk. We hebben ook resten van het klooster zelf gevonden. Hier ziet u links en rechts op de foto twee muurblokken die in het midden doorbroken zijn door een laatste riool aanleg. Maar het is dezelfde muur. Het is onderdeel van de kapel of een kloostergebouw dat heeft gestaan. Midden op de foto ziet u trouwens een soort overkluiving. Dat is naar van Leo Smolen, een archeoloog van Arnhem, begrepen, ook een aftakking geweest van de voormalige Jansbeek. Mag ik de bol? Hier een foto van de andere kant, richting het noorden. Links ziet u weer hetzelfde muurwerk. In het midden wordt hij doorsneden door een soort afvoer. Die afwaterde op die pijp die u net in het profiel zag. Ook hier weer, ook binnen de muren van het gebouw, ziet u voor de goot en achter de goot een oranje kaartje en ook daar liggen mensen begraven. Dit is een heel ander plaatje van de rioolaanleg. Er wordt ook een riool aangelegd en vervangen. Ziet u mooi hoe daarmee werd omgegaan in het verleden. Linksboven ziet u
nieuw riool en aanleg. Daarnaast, recht daarnaast daarvan ziet u, als ik goed kijkt, houten duigen van een ton, van een zonput, de grond uitsteken. En rechts daarvan een gemetselde weerput. Nou, die zit zeg maar vol met weer, met menselijke uitwerpselen. Ook veel zaden en pitten vinden we daarin. Ja, het is heel interessant omdat je daar heel veel kan afleiden over het dieet van de mensen die daar hebben gewoond. De boeken. Hier een andere weerpunt bij de Bakkerstraat. Dit kun je ook vol met gebruiksgoed. Met keukenwaar, broodbakken, glazuur, aardewerk en diverse soorten keramiek die je in een huishouden nodig hebt. Mag ik de boeken? Het is dus nog lang niet klaar, of tenminste in mijn beleving. We moeten nog heel hard opgraven. Vandaag was het ook wat later, omdat we gingen nog even een stukje dieper graven vlakbij de sloten. En ja, vandaag hebben we hele mooie stukjes metaal gevonden van pelgrims en insignes. Dat zijn een soort souvenirs die mensen meenamen die als ze op pelgrimsreis gingen. Maak jij dat jij niks meegenomen? Ik heb het meegenomen, maar het is heel kwetsbaar en het zit nog in de... Dat geeft niks hoor, je kunt ons vertrouwen, hè? Het is nog niet schoongemaakt, maar ik kan, voor wie wil, kan ik dat wel even laten zien. Nou, heel graag. Wanneer dan? Straks, dus ik weet niet... Tijdens de eerste pauze kunnen ze bij jou terecht. Dat is goed. Als ze maar voorzichtig zijn. Ja. En dat zijn ze. Ja. Oké. Okay. Wat we dus nog verwachten zijn de resten van die vestingwerken die u eerder zag. Ook rest uit de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe, je zou verwachten de Slag om Arnhem, dus ligt bombo om het zo te zeggen. Maar geen munitie gevonden en ook geen rest uit die periode. Ja, natuurlijk wel de sloop- en wederopbouwsporen. En we verwachten dus nog resten van het Agnietenklooster, later dus, sinds het ook in het gasthuis. En natuurlijk de rest van die landschap. Ja, dat was het. Dank voor uw aandacht. Als u nog vragen heeft en daar tijd voor is. Vragen hebben wij altijd, dus stel ze gerust. Ik begreep dat het tracé van de nieuwe weg nogal afwijkt van de oude. Ja. Hoe kijken we daar historisch nou tegenaan? Is dat niet een beetje vreemd dat we gewoon een nieuwe weg aanleggen in de stad? Die er nooit geweest is. Wie heeft dat bedacht? Wat is dat voor vuur? Waarom doen we dat? Dit is een kritische vraag. Ja. Ik weet niet of dat ook mag. Ja, dat mag ook. Ja. En daar hou ik van. Ik vind het ook een mooie archeologische vraag. Want ik moet ook niet aan geschiedsvervalsing doen natuurlijk. Iets maken wat mooi maken misschien wel dat het vroeger was. Of in ieder geval dat het niet historisch helemaal klopt. Maar wat in zoverre wel historisch klopt, is dat de Jansbeek is op een gegeven moment overkluist in de 19e eeuw. Maar ook daarvoor heeft hij verschillende lopen gehad. Er zijn verschillende lopen bekend. Dus dat we nu een nieuwe maken, dat past helemaal in het historische plaatje. Dus eigenlijk is het Jansbeek motto, doe maar wat, het is altijd goed. Ja? Als je maar bedrijf. Dus die historische betekenis moeten we wel met een korrel zout nemen, hè? Dat is duidelijk, ja. Dan even die goede vragen. Ja, historisch niet helemaal, maar ik denk dat het water dat de nieuwe Jansbeek moet voorstellen, opgepompt wordt uit de Lauwersgracht en daarna bij de Catharijnenplaats naar de Beekstraat maar en zo het tracé dat hier opgetrokken wordt. Is dat zo? Ja, dat klopt inderdaad. Dus de Beek stroomde vroeger door de Bovenbeekstraat. Dat werd vroeger natuurlijk niet opgepompt. Maar nu is dat blijkbaar nodig om voldoende water in de Lauwerskracht te houden, anders stroomt die leeg. Ja. Dus dat is ook wel een beetje een nep eigenlijk. Ja, oké. Het is water uit de Jansbeek, maar de manier waarop het in de Jansbeek terecht komt is wat oneigenlijk. Ja, volgens mij was het die reden. Hou ik het goed. Oké. Vlak naast de Eusebius wordt op het ogenblik
ook opgravingen gedaan. Want dan komt het tracé vlak naast de Eusebius. En daar is een heel kerkhof. Daar zijn ik weet niet hoeveel schedels en botten gevonden. Is daar een, van wanneer is dat kerkhof ongeveer? Dat is niet exact bekend. Wel zeker is dat het begin 19e eeuw geëindigd is. Toen werden mensen begraven op het bastion de Vliegerenberg. Het is al, wordt al, volgens mij, ik weet het jaar al niet meer precies, maar volgens mij is het in de middeleeuwen genoemd dat er een begraafplaats is ten noorden van de kerk. Moment. Ja. Nee, ik weet dat niet zoveel. Ik had even ook een vraag over. Iedereen kent misschien het kerkhofoproer van 1783, toen besloten werd om daar niet meer te begraven. Ja. Maar daar waren ze eerder tegen, dus het begraven is nog even doorgezet. En daarom is het rond 1800 is het einde gekomen aan het begraven op die plek. Maar hoe dan van wanneer het is, wanneer het voor eerst begonnen is, dat is precies de vraag die ik ook al stel. Nou, en is die voldoende beantwoord? Oké, ja. Ik kan wel vertellen dat de skeletten die we nu vinden, dat die waarschijnlijk 17 of 18 eeuw zijn. Dus die zijn nog niet zo verschrikkelijk oud. Oké, duidelijk. Momentje mevrouw. Die skeletten die gevonden zijn, worden die herbegraven of blijven ze daar? Worden ze weer toegedekt? De skeletten worden herbegraven. Tenminste, er is overleg over met het kerkbestuur of ze in een kelder geplaatst kunnen worden. Ze worden natuurlijk wel uiteraard eerst onderzocht, omdat je ook uit skelettenpopulaties kan je heel veel afleiden. Zowel uit een individuele graaf als uit knekelkuilen. Dus dat is wel de bedoeling inderdaad. En er liggen ook routes die kant op dat het gerealiseerd wordt. Oké, duidelijk. Praktische vraag trouwens. Wanneer is het klaar? Ja. Wat bedoel je met het? Kom eens even hier, wat is het? Het hele project. Ja, de oplevering stond gepland, staat gepland in december. De oplevering waarvan? Van de Jansbeek. Oké, ja. December 2017. Ja. Nee, voor de zekerheid. Ja. Ja, dus, maar dit is natuurlijk. Er worden alles aan gedaan om dat te halen, maar komen we van alles tegen. De archeologen zijn soms even dat ze even moeten wachten. Kabels aan leidingen die niet bekend zijn en vervuiling. Hier op de hoek zat een bijenzwerm, die moet nog worden weggehaald. Dus, er gebeurt van alles, heel dynamisch. Maar vorstentoilet hebben we voorlopig nog niet. Dankjewel voor deze presentatie. Thank you. See you next time.